Uit naar Telstar. Dat is de weekendprogrammering voor NEC. En dat wordt niet makkelijk. De afgelopen twee wedstrijden gingen met 1-0 verloren. En trainer Jack de Gier is daar duidelijk over. Wat ons betreft zijn het dezelfde wedstrijden. En je weet nu eenmaal dat tegenstanders. En Almere stond bovenaan toen we daar kwamen. En dat is een ploeg die misschien op zijn Italiaans voetbalt. Hè, met de invloed van de trainer wat verdedigender en de organisatie gesloten houdt. Eindhoven is eigenlijk hetzelfde en die zaten natuurlijk ook in een goede reeks. En we wisten dat we daar vol aan de bak zouden moeten om die wedstrijd te winnen. Dus het verschil zag ik niet. Alleen het is twee keer dat je meteen 1-0 verliest en daar hebben mensen het dan over. Nee, ik denk dat het te vergelijken is, alleen nou is het de tweede op rij. Dus dat is altijd zuur, want dat mag eigenlijk niet gebeuren. Maar het is eigenlijk eenzelfde soort nederlaag tegen Almere, dus dat op zich doet net zoveel pijn eigenlijk. Terwijl ik denk dat we allebei veel meer balbezit hadden dan tegenstanders, alleen net niet tot die kansen kwamen. Alhoewel we deze wedstrijd of tegen Eindhoven meer kansen hebben gehad dan tegen Almere. Maar qua spelbeeld en uitslag was hetzelfde. Dus, ja. Dan naar vandaag. Ik mis op de training Rens van Eijden en Matthias Bossaerts. Waar zijn die en hoe gaat het met ze? Die zijn allebei geblesseerd. Die zitten niet bij de selectie morgen, dus... Dat is het enige wat duidelijk is. Dan heb je dus een beetje een probleem verdedigend gezien. Ook met Frank Sturing die een ongelukkige wedstrijd speelde. Heb jij wel vertrouwen om daar met de huidige spelers toch gewoon weer een succesvolle verdedigende plan op te stellen? Ja, wij hebben een brede selectie. We hebben in alle spelers vertrouwen die we opstellen. Dat is voor mij totaal geen vraag. Dan naar Telstar, een uitwedstrijd die... op papier moeilijk lijkt. Ik zei vorige week Eindhoven thuis, makkelijke wedstrijd om revanche te nemen. Hoe ga je ervoor zorgen dat het dit keer wel een revanche wordt? Ja, ik heb net gezegd, elke wedstrijd is gewoon lastig. En zeker als je zelf op dat moment net niet goed genoeg bent. Want dan weet je dat je wedstrijden zoals tegen Almere en Eindhoven kan verliezen. Wij moeten elke week naar onszelf kijken, elke week proberen top te zijn om die wedstrijd te winnen. En dat betekent in het aanvallen en in het verdedigen. En de ene keer is het zo dat we nu in twee wedstrijden dus niet gescoord hebben. En dan verlies je het ook twee keer met 1-0. En dat is juist zuur, omdat je in de eerste wedstrijden heel veel goals weggeeft. En je dat door je aanvalsspel en door de kracht die we voorin hebben... om mee te draaien tot winstpartijen. En daar zit voor ons vooral de frustratie, in ieder geval wat mij betreft. Want jullie kunnen het wel allebei, maar niet tegelijkertijd in de wedstrijd lijkt het nu. Ja, als het zo kijkt wel. Dat is dan een conclusie van jou. Maar ik kijk er iets anders naar. De aftrap van Telstar NEC is vrijdagavond om 8:00 in het Eimondstadion in Velsen-Zuid.